Wat is dit? Uit de foto. Heb jij het erop gezet? Wat denk je zelf? Het dilemma van sexting is dat je het heel moeilijk vindt op een gegeven moment de onzekerheid vooral. Want hoe lang gaat het pesten nog door? Trek ik dat? En dan zie je dat ook heel mooi in deze film. Dat meisje in het begin doet zich heel stoer en ze denkt ik kan het aan. En het wordt erger en erger. Ook op een nieuwe school blijven ze haar pesten. En dan zie je het niet meer zitten. Voor mijn boek Sexy Selfies heb ik ook met best veel daders gesproken. En bij de daders waar ik het meest over verbaasd was dat ze daar zo makkelijk over dachten. Ze denken, ik ben stoer, al die meisjes mogen we. En ze sturen me een naaktfoto. En ja, als ze dat zelf doen, dan kan ik dat gewoon verspreiden. Zo cheap. Hoe cheap. Dit is wel erg ziekelijk. Dit is gekke shit. Jongens vinden dat heel vaak stoer. Zo van, nou, hoeveel meisjes vonden je knap genoeg om je een naaktfoto te sturen? Hè? En dat is. Daar is blijkbaar waar ze trots op zijn. Dus ik heb echt met jongens gesproken die 60 naaktfoto's hadden van 60 verschillende meiden. Verschillende slachtoffers zijn verhuisd, maar ook op een nieuwe school begon soms de ellende weer, want iemand had die foto toch doorgestuurd. De kwetsende commentaren, zo van je bent een hoer en ja, hoeveel keer per dag doe je het. Sommige slachtoffers werden ook nog bespuugd en bekogeld met voorwerpen. En ja, ik heb ook ken ook gevallen van meisjes die echt van een flat gesprongen zijn, die alles gebroken hebben. Wij kunnen niet onze kinderen opvoeden, want je moet niemand vertrouwen. Als het je vriendje is en hij vraagt om een naaktfoto's en je vertrouwt hem volledig, waarom zou je dat niet doen? Je gaat niet denken van ja, maar over 3 jaar is onze relatie eruit en dan gaat je het misschien verspreiden. Ik hoop inderdaad dat we ooit weer in een normale samenleving leven, waar het geen enkel probleem is om sexy foto's te delen, zonder dat je bang bent van als je straks uitlegt, dan ben ik een hoer. Want dat is natuurlijk belachelijk dat je jezelf moet verdedigen voor een sexy foto die je gedeeld hebt met je vriendje.